Welkom bij dit nieuwe webinar van Justin uit Wassenaar. Voor Justin maak ik deze video over de dakopbouw op het huis. Ik was al met de video begonnen, maar die werd om een of andere reden afgekapt. Dus we gaan direct verder met de dakopbouw. Die moet plaatsvinden op het huis in Wassenaar. Ik heb met Justin contact gehad en hij heeft een aantal dingen verteld. Hij heeft wat informatie gegeven over wat zijn plan is. Hij is nog niet helemaal concreet en exact op de millimeter duidelijk wat er nu precies moet komen. Maar toch, in dit webinar wil ik hem een handreiking doen over de mogelijkheden, over de onmogelijkheden, over de voor- en nadelen van een dakopbouw. En natuurlijk ook een indicatie geven van de kosten, hoe lastig het ook is. En ik weet zeker dat de offerte van de aannemer uiteindelijk anders zal uitvallen dan deze eerste grove kostindicatie. Maar het is ook bedoeld als niets meer dan een grove kostindicatie. Omdat mijn ervaring is dat sommige mensen de kosten van een dakopbouw of optopping, zoals mensen het ook al noemen, te laag inschatten. Dat komt omdat als je gewoon gaat tellen in zoveel stenen zijn nodig en zoveel zakken stukwerk en een houten trap van 2000 euro, die tellen we op en dan zijn we er. Ja, dan kom je misschien op 10.000 à 20.000 euro uit. En een dakopbouw kost al snel meer dan het dubbele. Omdat het gewoon heel specialistisch werk is. Je bent aan het bouwen op een bestaande woning. En die bestaande woning is nooit ontworpen om een nieuwe dakopbouw te krijgen. Althans, bijna nooit. Dat is bij deze woning die je nu hier ook ziet ook niet het geval. Dus je moet allerlei aanpassingen doen aan het huidige huis. En daarnaast is zo'n dakopbouw op zo'n woning, dus een hele mooie tussenwoning. Maar het is natuurlijk wel allemaal redelijk klein werk voor een aannemer. Werk op een dak, dus met een kraan. Dus die mensen moeten ook veilig kunnen werken. Je moet het huidige dak openbreken, weer aanhelen. Nieuwe trap plaatsen op een moeilijke locatie natuurlijk. Ruimte daarvoor maken, daarna moet het ook weer aangeheeld worden. Dus het stukwerk op de vloeren, een nieuwe vloerafwerking. En in de praktijk is mijn ervaring ook dat je nooit alleen een dakopbouw maakt. Maar vaak ga je ook in de woning allerlei aanpassingen doen. Dus zeg maar de kosten van zo'n dakopbouw, die staan bijna nooit helemaal apart. Maar je moet ook de kosten meenemen van hetgeen wat eronder zit. Wellicht beschadigt er nog wat in de tuin als je bijvoorbeeld een kraan moet plaatsen of materialen moet plaatsen. Je moet ook een vergunning aanvragen, dan moet de constructeur naar kijken, er moet een tekening gemaakt worden. Dus mijn doel is met name om nu gewoon de kosten onderdelen aan te reiken waar je aan moet denken, die je niet moet vergeten. En de exacte waarde van de getallen zijn minder belangrijk. Ik zeg dat voordat ik de berekening laat zien, want ik weet dat getallen een heel eigen leven kunnen gaan leiden. Dus dit voorbehoud wordt er wel bij gemaakt. Nou, dit is dus de woning van Justin in Wassenaar. En je ziet dat hij een kleine mooie nok heeft hier. Dat is echt een schijngevel. Die past in het straatbeeld, zoals je ziet ook hiernaast. Zit een klein trapgeveltje. Hier zit een soort klokgeveltje. En daarnaast zit wel gewoon een dakopbouw. Maar die is er zeg maar oorspronkelijk al gewoon zo opgemaakt. Het is gewoon het ontwerp geweest op het eerste moment dat de architect die tekening heeft gemaakt. Deze woning is mooi, maar voor Justin te klein. Dus er moet een dakopbouw komen. Nou, wat komt er bij kijken? Best wel veel. Het is een mooi huis, mooie straat, karakteristieke straat. Ik heb nog niet begrepen dat het een monumentale status heeft, of een beschermde stadsgezicht is bijvoorbeeld. Als dat wel zo is, zou dat het inzicht van de gemeente behoorlijk veranderen. Dan gaan ze ineens een heel stuk strenger kijken. En ga daar in principe maar vanuit dat een dakopbouw dan niet mogelijk is. En zeker niet een dakopbouw die gelijk loopt met de voorgevel.
Want je zou natuurlijk heel simpel kunnen zeggen dat je op de woning een dakopbouw gaat maken op deze manier. Gewoon een vierkant blok erop. En wellicht komt daar nog een klein schuin dakje op. Zo, en dan zou je kunnen zeggen, dit is de dakopbouw. Er komen daar nog wat ramen in. En ik laat even nu de ramen, zeg maar, die er ook onder staan, een beetje doorlopen. Zodat het natuurlijk het beeld redelijk goed blijft. Want zoals je kunt voorstellen is dit, ja, het hele huis is ontworpen met een bepaalde blik van de architect. Het hele straatbeeld heeft gewoon een mooi aanzien. En de architectuur van zijn dakopbouw is gewoon heel belangrijk. En dus kun je ook niet zomaar het goedkoopste constructiemateriaal kiezen. Maar zul je moeten kiezen of voor een gelijkend materiaal. Dus proberen in de stijl van vroeger helemaal door te werken. In de praktijk kom ik dakopbouw tegen waarbij dat geprobeerd is, maar echt totaal mislukt is. Dus daarom zie je ook heel veel dakopbouw, wat in mijn ogen vaak ook een hele goede oplossing is, is om juist een heel ander materiaal te kiezen. En dan heel vaak wordt hout gekozen, want hout heeft het voordeel dat het licht is. En als je hout samen met een stalen dakopbouw kiest, heb je een hele lichte constructie. En het voordeel daarvan is dat de huidige constructie van het huis, plus de fundering eronder, niet hoeft te worden aangepast. En dat scheelt natuurlijk heel veel gedoe. Berekeningen, kosten natuurlijk van die extra verzwaring van de fundering en van klommen te maken. Maar desalniettemin, ook al kies je voor hout en een hele lichte opbouwconstructie, dan moet je nog de constructeur dat laten bewijzen middels berekeningen dat het huidige huis echt die dakopbouw kan houden. Nou, we kwamen hierop door de uitstraling van die nieuwe dakopbouw. Kijk altijd goed natuurlijk wat eronder zit. Dus in die zin neem ik hier gewoon deze opening hier ook naar boven mee. En hier ook. Althans dezelfde verticale lijnen. Een architect zal natuurlijk een heel ander beeld bij hebben. Maar die zal zeker ook kijken naar hetgeen wat eronder zit. En in dit geval is er ook die witte rand, zeg maar, boven de kozijnen. Waar de architect zeker naar zou willen kijken om er iets mee te doen. Maar goed, dit is een van de oplossingen. Omdat het straatbeeld zo mooi en karakteristiek is, geloof ik meer dat, zeg maar, deze klokgevel en deze dakrand hier met die dakoverstek van hout, dus die dakrand, zal blijven. En dat er eerder een soort situatie zal ontstaan dat er achter die gevel een beetje terugliggend, dus bijvoorbeeld een halve meter terugliggend, of misschien wel een meter, tot daar pas die dakopbouw begint. Het heeft een voordeel en een nadeel. En het grootste voordeel is natuurlijk dat de aanblik van het huis gewoon intact blijft. En terwijl je gewoon erachter een soort, ik stel me nog steeds voor, een soort houtige aanbouw ziet. Of misschien wel gewoon een wit gestukte aanbouw, dus redelijk onopvallend. Je ziet ook heel vaak dat zijn aanbouw, of zo, dus een dakopbouw, in een lichte kleur wordt gemaakt, dus wit. Lichtgrijs. En waarom? Omdat je natuurlijk naar boven kijkt en dan kijk je tegen de lucht aan. En in ons land zijn de luchten nogal eens niet helemaal licht, maar een beetje grijzig, een beetje wittig. En dan is een lichtgekleurde dakopbouw, dan valt die iets meer weg, zeg maar, als je naar boven kijkt. Dus zo simpel werkt het soms gewoon ook. Dus ik vermoed dat de meeste kans geslagen heeft om een dakopbouw te maken die als het ware gewoon hier gewoon wat achter loopt. En dan nog steeds kunnen hier natuurlijk ramen worden gemaakt die gewoon doorlopen, zeg maar, in de vormgeving die ook in de verdieping daaronder zit. Dus laten we nogmaals eventjes een iets dunner raampje kiezen. Volgens mij is dat een beetje
blauwig. Althans is de kozijn ook die kleur gaan blijven houden. En dit is natuurlijk niet een architectonische tekening, maar meer een beeld van een eerste indicatie hoe het zou kunnen worden. En ik doe dat bewust om zeg maar een beetje de indruk zeg maar te maken wat het zou kunnen worden. Want je wilt ook kijken van, want je wilt die extra ruimte boven hebben. Bijvoorbeeld voor een slaapkamer en er komt ook een badkamer en een toilet in, vertelde Justin. Dus dan moet je ook voldoende daglicht hebben. Want anders is het natuurlijk ook zonde van alle investeringen en moeite die je doet. Dus stel dat het gewoon zo'n aanblik krijgt. En dat het dan een beetje een lichte grijs tint ook krijgt. Zo. Dan heb je in ieder geval ook wat voor jezelf al. Soms kun je zelf toch behoorlijk wat doen. Heb je toch wel een beetje een beeld hoe het zou kunnen worden. Wow. Er zijn allerlei tekenprogramma's waar je zeker ook zelf mooie tekeningen mee kan maken, maar ik denk dat voor zo'n ontwerp altijd een bouwkundig tekenaar op zijn minst nodig is. En het liefst nog een architect en dan nog het liefst een architect die in de buurt ervaring heeft, dat de gemeente echt ziet van, hey, hier komt een architect aan, die kennen wij. Die heeft bijvoorbeeld in de straat nog meer ontworpen. En die kent gewoon het gevoel en de mening van de omgeving. En die weet een beetje van wat wel en niet mogelijk is. Nou, dit is een aanbouw, gewoon een blok erop. En omdat deze al een beetje terug ligt, deze aanbouw, zou ik er niet voor kiezen om daar nog meer schuine hoeken op te maken. Moet er een schuin dak op? Nou, dat is ik denk ook weer helemaal aan de gemeente. Het lijkt me verstandig om dit gewoon redelijk simpel te beginnen bij de gemeente. Om gewoon te zeggen, er komt gewoon een heel mooie, gedetailleerde, mooi afgewerkte blok op. En zodat er gewoon meer ruimte is op die extra verdieping. En daar ligt een beetje terug. Zodat je zeg maar ook in het zijaanzicht een beeld hebt van de woning. Die zeg maar zo naar boven loopt. En dan komt daar een stukje dak aan. En hier zit gewoon de dakopbouw. En zeg maar, hier zit het huidige topgevel. Gewoon die siergevel, zeg maar deze. Dus als je er schuin tegenaan kijkt, dan zie je zeg maar dit ongeveer. Dus echt een beetje een terugliggende gevel. Hier een stukje dak en dat loopt natuurlijk door, maar hier zal ook een trap omhoog moeten. En dan heb je op zich deze doorsnede. En dit is denk ik een mooie en redelijke veilige keuze om mee in te steken. Natuurlijk kun je kiezen om weer hier een schuin dak op te maken of schuin de andere zijde op. Maar het is in ieder geval een mogelijkheid. Eén nadeel aan dit ontwerp is natuurlijk tot deze muur. Ook al wordt dit heel licht van staal met hout, je hebt hier toch een afdracht van krachten naar beneden. En dat is natuurlijk iets waar het huis nooit op gemaakt is. Dus hier komt wel een puntbelasting die op een of andere manier moet worden opgevangen. Dat kan door hier krachten over te brengen in de gevel. Maar zo'n gevel is toch vaak behoorlijk zwaar, dus wellicht moet er hiervoor al wel een aanpassing gemaakt worden. En dat kan niet alleen door zeg maar dingen hieronder te doen, maar je zou ook kunnen zeggen dat op het dak, dus zeg maar op deze plek, dat hier begonnen wordt met een staalconstructie, dat er zeg maar een soort framework over het dak wordt geplaatst.
die dan de krachten verdeelt over het dak, waardoor wellicht niet een hele onderconstructie nodig is met extra fundering, extra kolommen in de woning. Maar dat is dus echt woning-specifiek. Ik ken dakopbouw waarbij het totaal niet nodig was. En bij sommigen waarbij je denkt van, hé, deze woning lijkt op het eerste gezicht heel stevig. Daar is gewoon bij het minste of geringste is daar al extra constructie voor nodig. Maar goed, dit is dus het ontwerp van zijn dakopbouw. Ontwerp is al een beetje een groot woord. Het is gewoon meer een schematische weergave van wat zou kunnen. De kosten ervan heb ik gezet in dit Excel-sheetje. Zo, nou zie je het helemaal wat beter. En nogmaals, wat hierbij belangrijk is, zijn vooral de onderdelen die erin staan. Ik scroll zo meteen naar beneden. Sorry. En ik heb bewust de getallen bijgezet, want ik denk dat de meeste mensen in deze fase zullen zeggen van, dit kun je niet inschatten. En wellicht heb je al meer webinars gezien van ons. En ja, de mening van, dit kun je niet inschatten. En dat heeft een voordeel en een nadeel. En het voordeel is natuurlijk dat je nergens je vingers aan kan branden als adviseur zijnde. Maar aan de andere kant, stel dat je dat helemaal doortrekt en je komt gewoon tot en met gesprek met de aannemer en het is gewoon technisch uitvoerbaar. En die aannemer zegt ook van, ik kan niet inschatten, want ik weet niet wat ik tegenkom als de dakbedekking eraf gaat. Ik weet niet wat het is, ik weet niet hoe goed de dakconstructie is. Ik weet niet precies hoe die trap omhoog gaat lopen, etcetera, etcetera. Zou je dat gewoon door kunnen vertalen in van, we weten niet wat het gaat kosten. We gaan wel beginnen met deze dakopbouw. En we zien aan het einde van de dakopbouw wel wat onze kosten zijn geweest. En die gaan we bij u, beste klant, in rekening brengen. Dit soort situaties komt helaas nog vaak voor. En in mijn ervaring loopt dat bijna nooit goed af voor de klant. En dat is de reden dat ik hier bedragen neerzet. Want ik weet van tevoren dat deze bedragen niet kloppen. Dat deze bedragen of lager of hoger kunnen zijn. Ik heb wel een sterke indruk dat de indicatie van de bedragen gewoon wel in de juiste richting zijn. Maar wat belangrijk is dat die aannemer, die partij die het voor jou gaat maken, die moet op een gegeven moment in mijn ogen tegen jou zeggen, zoveel gaat het kosten en dat moet hij doen voordat jij je handtekening zet. Als er echt dingen zijn die hij niet kan inschatten, dan dat zou kunnen, bij voorkeur niet. Maar als het wel zo is, en als je echt maar bijvoorbeeld één aannemer kunt vinden die überhaupt dit wil maken voor je, of er is één partij die je voldoende vertrouwt om dit te maken, want het is natuurlijk een specialistische bouw, dus je moet echt nog meer dan anders, gewoon een goed gevoel, nee, dat is geen goed woord, een goede referentie hebben van die aannemer, het liefst meerdere referenties van daadwerkelijk mensen die door hun ook een dakopbouw hebben laten maken, het liefst in dezelfde omgeving, zodat je echt weet van, hé, zij kunnen dit in ieder geval. Zijn aannemer kan zeggen van, ik kan een deel inschatten, maar niet alles. En dan is het heel belangrijk om die aannemer wel een indicatie van kosten te laten geven. Dus hij zegt van, de sparing die ik moet maken in het dak van de nieuwe trap, weet ik niet, want nu zit de dakbedekking of er zit een schuin dak en ik kan het niet inschatten, want ik zie het nog niet. Hè? Dat is echt iets wat ik echt heel vaak hoor. Laten we dan wel zeggen, het gaat tussen de 1000 en desnoods 8000 euro kosten. Hè? Als 8000 euro als het heel erg tegenvalt. Als ik allerlei onverwachte zaken tegenkom die ik nu niet op tekening zie, die ik ook niet kan zien van de onderkant van het plafond of van de bovenkant van bovenop de dakbedekking, dan valt echt alles tegen. Dan moet je ook opschrijven wat er allemaal tegen kan vallen, zodat je ook weet, hè, ik moet 8000 euro betalen als dit en dit en dit en dit allemaal tegenvalt. Dus allemaal openbaar wordt als zeg maar alles wordt kaal gemaakt als de verbouwing begint. En die 1000 euro als ondergrens, dan weet je ook van, daar kan ik minimaal op rekenen. Dan krijg je zeg maar een bandbreedte. Als je dat hoort van de trapsparing, hè, dus 1000 tot 8000 euro. Hij zegt dat ook nog een keer over, het maakt niet uit wat voor posten. Maar dan kun je totaal bijvoorbeeld een bandbreedte hebben, als je alles optelt. Bijvoorbeeld van totaal 10.000 tot misschien wel 30.000 euro als alles tegen zit.
wat je mee moet nemen. Hè? Stel dat je uitgaat van het gemiddelde niveau, dus 20.000 euro. Dan weet je in ieder geval al van die 20 kan 30 worden. Of misschien 10 als alles meevalt. In mijn ervaring zal een aannemer niet heel snel allemaal tegen de ondergrens aan gaan zitten. Maar wellicht zit het mee. Dan weet je in ieder geval in welke bandbreedte je gewoon een financiering moet regelen. Je spaargeld zou moeten aanspreken. En ja, dan weet je in hoeverre het tegen kan vallen of mee kan vallen. Nogmaals, er zijn veel aannemers die dit niet leuk vinden. Maar goed, als je niet vraagt, dan zul je het zeker niet krijgen. Persoonlijk, maar dan vraag je tegen mij persoonlijk, zou ik niet inzeggen met een aannemer die zegt van, ja beste klant, ik kan het niet inschatten, want dan komt er waarschijnlijk een hele uitleg met allerlei ervaringen en zijn praktijkervaring. Persoonlijk zou ik niet inzeggen met zo'n aannemer die geen bandbreedte kan noemen. Want in mijn ervaring is het heel vaak van dat hij die niet wil noemen, want ja. Als je eenmaal een handtekening hebt gezet en je dak is open en er zit een gat in. En ja, die dakopbouw staat er half op en natuurlijk, je hebt te maken met het weer. Dan is het heel moeilijk om afscheid te nemen van die aannemer. Om een andere aannemer te vinden die zeg maar het werk van die andere over te nemen. Het is niet zozeer negatief gedacht. Dit is gewoon de praktijk. Het komt helaas heel vaak voor dat een aannemer bewust of onbewust stopt met een bouw. Of dat er echt niet meer door een deur gegaan kan worden. En dan moet je gewoon een alternatief hebben bij zo'n specialistische bouwer. Je hebt niet te maken met een schuur bijvoorbeeld of een redelijk simpele verbouwing. Je kan zeggen het stukwerk, ja stucadoor is niet goed. Heeft de verdieping al gedaan, maar nu de begane grond. Ik zoek even een andere stucadoor. Dit is echt een ander verhaal. Dit is echt de constructieve veiligheid van een huis. Specialistische bouw. Je trekt met elkaar op. Je moet echt vertrouwen hebben in elkaar. En dan moet je gewoon weten wat voor bedragen je kan verwachten. En dan nog eens natuurlijk nooit 100% dicht getimmerd. Hè. Stel dat het dak open gaat en er zit overal houtworm. En zelfs in de muren. Stel dat je houtskletbouwwoning hebt. Ja, dan heb je natuurlijk altijd te maken met onverwachte zaken. Maar goed, je hebt natuurlijk bij iedere bouw. In ieder geval in mijn ogen kun je daar dit zeg maar zoveel mogelijk voorkomen. En de kans verkleinen dat het misloopt. Nou, daarom staan er dus bedragen, dus een redelijk lang verhaal waarom die bedragen er staan. Maar ik weet dat er heel veel vragen over gaan komen, zoals bij andere webinars. Van, je weet toch helemaal niet wat het gaat kosten, want het is nog allemaal onbekend. Dus dat is de reden. Nou goed, de bedragen zie je staan. Je ziet ook vooral de onderdelen, dat is heel erg belangrijk. Constructie, dat is heel erg afhankelijk van of de kolommen nodig zijn of niet. Of er extra fundering nodig is of niet. Hè. Een extra funderingspaal kost zomaar 1000 euro om te laten maken. En dan is die paal nog niet eens zeg maar, constructief naar boven gebracht met een kolom of zo. Dus is behoorlijk heftig. Dus een extra constructie kan zomaar 5.000 tot 15.000 euro extra gaan kosten in zo'n dakopbouw. Nou, voor de rest zie je de verbouwing op de begaande grond en op de verdieping. Dus is wat ik bedoelde van hey, als je zo'n mooie dakopbouw krijgt, dan wil je vaak ook gaan verbouwen op de begaande grond. En die kun je gewoon in de verbouwkoststoel dus gewoon berekenen. Nou, herstel van de tuin. Ik neem aan dat de tuin een beetje beschadigd gaat worden. Dus daar hebben we 1000 euro voor opgenomen. De muren maken, het dak maken van die dakopbouw. Indeling van muren en deuren, redelijk eenvoudig niveau. Nieuwe elektra en nieuwe verwarming. Ik ga ervan uit dat de ketel gewoon kan blijven, maar dat er wel allerlei leidingen getrokken moeten worden. Er moet een badkamer gemaakt worden, vertelde Justin, in die dakopbouw en ook een toilet. Dus daarvoor de meerkosten. Natuurlijk heel erg afhankelijk ook van wat voor soort sanitair kies je, wat voor soort tegels, dure of goedkope tegels, etc. En ook hier een hele kleine post onvoorzien. En het zorgt ervoor een totaal plaatje van ongeveer 70.000 euro. En hopelijk duidelijk gemaakt dat dit een bandbreedte naar beneden, maar ook naar boven kan hebben. Dus je ziet dat deze meters, hè, stel dat je hier mee, nou wat zal het zijn? ...20 vierkante meter extra maakt. Dan zijn de kosten per vierkante meter, hè, dat is ken ik het al waar we graag mee rekenen. Echt behoorlijk fors, 3500 euro voor een vierkante meter.
En dit is gewoon heel duur. Als je zeg maar de meeste woningen die kosten heel wat minder per vierkante meter om te bouwen. Er wordt ook heel vaak met kuubsprijzen gerekend. Dus dan zou je dit heel globaal kunnen delen door 3. Heeft te maken met de 1150 euro per kuub. Nou, een woning wordt gemaakt voor soms wel de helft van dit bedrag. En je hoort allerlei bedragen, maar dan heb je in ieder geval een beetje een beeld van deze bedragen. Wat ik wel wil meegeven is van dakopbouw. Ik denk dat het gewoon heel veel voordelen kan hebben. En daarvoor gaan we even terug naar het plaatje. Want deze woning in Wassenaar, die moet je natuurlijk vergelijken met een grotere woning in Wassenaar op een mooie karakteristieke plek, op de juiste locatie voor Justin. En dan is misschien die 70.000 euro, of dus iets minder of wat meer, is dus wellicht nog gewoon een acceptabel bedrag. Dus daarmee moet je het echt vergelijken. Ik denk dat dit een indicatie geeft van de mogelijkheden en onmogelijkheden van een dakkenbouw. Ik hoop dat jij, Justin, hier iets aan hebt gehad. Ik hoor het heel graag. Laat het gerust weten. En ook andere mensen die natuurlijk een dakopbouw overwegen om te laten maken. Hoop dat jullie er ook wat aan hebben. Ik zou het waarderen als je deze video liked met een duim. Zodat ook andere mensen die willen verbouwen er iets aan hebben. En wellicht zie ik je in een volgend verbouwwebinar.